plaats 2. Daarachterop de derde plek aan de buitenzijde is het Anthony Soprano. Vierde is Cindy Wieringa, ligt er mooi in. Vijfde Iron Migliore. Daarachterop de zesde plaats voor Belofte Bell. Wordt nog gepasseerd op Bingo. En inmiddels is ook Colonel Newport weer aangesloten bij het veld. Colonel Newport kan geweldig lopen. En zelfs die achterstand die hij net had, maakt hem nog niet eens helemaal kansloos. Zou je dat misschien gedacht hebben, maar hij ligt alweer aan de start van het veld en hij gaat nu binnen door naar voren. Dan gaat de Waardenberg naar de linkerbocht. Beltje Chalsma heeft de handen vol achter Sierra Angel. Plaats 2 aan de relingzijde Discovery Swiss. Derde aan de buitenzijde is Anthony Soprano. Vierde dan daarachter aan de relingzijde. Nu aan de buitenkant, tweede spoor Cindy Wielinga. En aan de relingzijde schuift dan op Colonel Newport. Kan er de binnenkant alsnog opschuiven, want iedereen gaat naar buiten. Ga aan nummer 2, gelap nummer 2. En zo gaan we de laatste ronde zometeen in. Sierra Angel laat de binnenkant vrij. Handelaar zou daar zo in kunnen duiken als hij dat zou willen. Misschien wil hij dat ook wel. Maar de buitenkant komt nu de aanval van Cindy Wielinga. Maar dan gaat de rechterbocht in. Oeh, en de volpartij. De volpartij met 2 paarden op de grond. 2 paarden op de grond. Cindy Wielinga. Maar dan gaat de rechterbocht in. Oeh, en de volpartij. De volpartij met 2 paarden op de grond. 2 paarden op de grond. Cindy Wielinga. Bastio, loslopend paard gaat nu richting Stalter, hè? Pas op, in de bocht, pas op, paard komt recht op u af. Probeert u het paard niet te pakken. Past u op met het hek. Past u op met het hek. En op deze draaf is gepakt. Op dit moment is het EHBO doende, dames en heren. We hebben het programma even stilgelegd. En we wachten even af wat het oordeel zal zijn van de EHBO van dienst. En kijken later hoe we dan het programma zullen vervolgen.